was zijn oudig ding van amper 18 jaar. Haar ogen waren helder blauw en golden was haar hoor. Zij woonde nog bij haar olu, maar dat bevol haar nooit. Zij zocht een komer in de stad tot haar olu's verdraait. De stad bevol ons Lieske wel, maar zij was veel alleen. In krauwtje bij haar in de strot kon je haar steeds voker zijn. Zij kreeg door kennis aan een jong, die haar wel wat zou leek. En zo vergat zij haar olu en haar geboortestreek. Die jong die rookte een soort tabak, door Ruud draaide hij een stik. Ook Liesje rookte hier eens van en dat gaf haar wel een kick. Zij kocht zelf ook maar van dat spul, zij dacht dat stoort beschoft. Maar voordat zij de aag in had, was zij eraan versloofd. Zo reuk ons Lieske aan de has, marihuana, LSD. En zij greep nog steeds voor de spul, dat gaf een trip zoals men zei. Dat spul dat kostte aag veel geld, de prijs die was bepaald. Dus nam zij kerels met naar huis en werd daarvoor betaald. De zwichter let op wat ik zeg en luister naar mijn rood. Met weg te gaan uit het oorlogssteen ben je nooit altijd gewoond. Wat bij uw pa en moeke toes is de wereld nog oké. Je vindt het nergens beter lu als op het oorlogssteen.